U zag een bijzonder felle en verontwaardigde Gwendolyn Rutte die de roede niet spaarde voor minister Demir. Rutte is ook vast lid van de commissie Onderwijs die woensdagmiddag onverwacht en achter gesloten deuren vergaderde. Op de agenda stond het langverwachte rapport van de regeringscommissaris over de aanpak van de verkrachtingszaak door de KU Leuven. Pleit dat rapport de universiteit en de rector vrij? Ik vraag het aan Gwendolyn Rutte. Welkom, Gwendolyn Rutte van Open VLD. Wat een verhaal, zou ik zeggen, aan die eerbiedwaardige instelling, de KU Leuven, 600 jaar oud. Maar blijkbaar hebben ze nog niet veel geleerd binnen die 600 jaar. Hè. Zonder het verhaal nu helemaal opnieuw uit de doeken te doen. Vanmorgen was er een extra commissie onderwijs, waar de regeringscommissaris blijkbaar gezegd heeft, weliswaar achter gesloten deuren, de KU Leuven, qua communicatie, niks te verwijten. Laat me beginnen met te zeggen dat dit echt een weerzinwekkende zaak is. Hè. Een verkrachtingszaak. Een professor die een doctoraatstudent verkracht heeft. En, belangrijk, daar is een uitspraak. Dus de schuld staat vast. De dader is veroordeeld. Daar ben ik eigenlijk heel blij om. Want het is nog niet zo heel lang geleden dat we verontwaardigd moesten kijken en zeggen hoe is het mogelijk dat die persoon vrij uitgaat. Ja. Omdat men gebrek had aan bewijs. Gebeurd, ja. En dat is nu gebeurd. Heel cruciaal is dat dit is kunnen gebeuren, omdat zowel het slachtoffer de moed heeft gehad om naar voren te komen en te spreken en klacht in te dienen, het gerecht het slachtoffer au sérieux heeft genomen en een onderzoek heeft gevoerd en de universiteit, en dan kom ik tot uw vraag, beslist heeft om mee te werken met dat slachtoffer. Daardoor heeft men bewijsmateriaal kunnen verzamelen en het is dat bewijsmateriaal dat de doorslag heeft gegeven en tot een veroordeling heeft geleid. En daar gaat dit om. Ja. Vele wijzen nu met de vinger naar rector Sels. Hij zou te lang gezwegen hebben of niet willen communiceren, maar misschien klopt dat dan ook niet helemaal. Ik denk dat de rector zichzelf wel kan verdedigen. Dat is niet mijn taak. Maar wat we geleerd hebben uit het verslag van de regeringscommissaris is dat de universiteit in een hele moeilijke positie zat. Ze wou tuchtstappen nemen met betrekking tot die professor een paar jaar geleden. Maar het gerecht vroeg expliciet om dat niet te doen, om de man niet te alarmeren, omdat ze nog bewijsmateriaal moesten verzamelen. En de universiteit heeft ervoor gekozen om niet haar verontwaardiging uit te schreeuwen, om niet van de daken te roepen, dat kan niet wat hier gebeurd is, let op. Want dan zou bewijsmateriaal verloren gegaan zijn. De universiteit heeft beslist om mee te werken met het gerecht en de man achter tralies te zetten. En het is precies dat punt waar mevrouw de minister en mevrouw Demir de universiteit verwijt. Als... Ja, want dat wou ik nu net zeggen, want de minister is dan op een zeker ogenblik naar buiten gekomen met te zeggen, ik heb hier nog een potje subsidies van 1,4 miljoen voor een viering van 600 jaar universiteit. Dat zet ik nu wel even on hold. Ja. Met andere woorden, ik hou u stevig vast, KU Leuven. Ja, ze deed het eigenlijk lijken... Als een dreigement. Ja, een onverholen dreigement. Hè. Als een Romeinse keizer die eens zou gaan oordelen. Keizerin, ja, voilà. Die hadden toen nog niet zoveel te zeggen. Maar dat is een andere discussie. Maar wat zij insinueerde was dat de universiteit deze zaak in een doofpot heeft willen stoppen. Wat zij insinueerde was dat de universiteit niet voldoende aandacht zou hebben gehad voor de thematiek of voor het slachtoffer. En het omgekeerde blijkt vandaag waar. En dan vind ik als minister ja, dat je je toch wat gedragen hebt als een olifant in een porseleinenwinkel. De verontwaardiging, meneer Van den Loverbos, die delen wij allemaal. Ik was ook gedegoûteerd toen ik het hoorde. Je wil niet dat dat met je kind gebeurt, hè, zoon of dochter. Je wil een veilige omgeving. Maar we leven in een democratie, niet in een emocratie. Met verontwaardigingen steek je niemand achter de tralies. Je hebt bewijzen nodig. Je moet naar een rechtbank stappen en dan krijg je veroordelingen. Niet met zoehalkes te doen. U zei het net, niet met zoehalkes te doen. U verweet daar ook een beetje van wat te veel emotionaliteit daarin te steken. Ja, ik snap die emotionaliteit wel en ik vind haar ook een gepassioneerde politica. Maar ze is ook minister van Justitie. En als je enkel en alleen op emotie wil surfen, dan moet je geen minister willen zijn. Als je minister bent, vraagt dat respect voor de rechtsstaat, vraagt dat respect voor de scheiding der machten, vraagt dat respect voor de onafhankelijkheid van het gerechtelijk onderzoek, vraagt dat respect voor de anonimiteit van het slachtoffer in deze. En dan storm je niet als een vat vol emoties naar de media, naar de tv-studio's, naar de kranten, om te roepen dat er sprake is van een doofpot, terwijl het dat helemaal niet waar is. Ja, dat was er dan over, volgens u. U zei
zei ook letterlijk, ja, als u dat niet inziet, dan bent u het niet waard om minister te zijn. Dat is wel harde kritiek. Dat is in een rechtsstaat gewoon juist. We willen niet dat we een regering hebben en dat we ministers hebben die in functie van hun gevoel van de dag eens gaan oordelen. Hun gedacht zomaar eventjes over alles en iedereen komen zeggen de ene keer met de duim omhoog, de andere keer met de duim omlaag. We hebben daar procedures voor, afspraken voor en ik vind het heel belangrijk dat dit thema ook serieus genomen wordt. Maar het is precies door te zorgen voor bewijzen dat je veroordelingen krijgt en dat je echt slachtoffers overtuigt om de stap te zetten, om dit te melden. Niet met te roepen in de krant. Ik zou willen dat het zo werkt en dan riepen we met z'n allen eens heel hard en dan was het probleem opgelost. Ja, maar helaas, werkt het niet. Nee, werkt het niet. Die verontwaardiging delen we allemaal, denk ik, tegelijk. Ja. Wordt het een beetje verwarrend, want minister Demir is uiteraard ook minister van Toerisme. Dat wou ik zeggen. Maar ook minister van Justitie. Als toerisme geeft ze dan die subsidies niet. Maar als minister van Justitie, dat is uiteindelijk, los van de hele staatshervorming, als we dat goed bekijken, dat is haar bevoegdheid niet als Vlaams minister van Justitie. Hè? Nee. Dat is toch een zaak van uw collega, partijgenoot, de federale minister van Justitie, ja, van Klikkenborne. Dat is de staatsstructuur in ons land. Zij is natuurlijk wel bezig met de strijd tegen seksueel geweld. En dat apprecieer ik ook voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Maar ze mag zich niet mengen in een strafonderzoek. Of zij moet zich terughoudend opstellen ten opzichte van die rechterlijke macht. En bovendien, wat natuurlijk helemaal niet kan, hè, is als je met de ene hand als minister van Toerisme een project hebt, dat je daar 1,4 miljoen euro voor uittrekt en dat eigenlijk tot vorige week een goed project vond. Ik vind dat ook een goed project. Dat is belangrijk voor Leuven. En dan is opstaan en zegt, nu zijn ze niet braaf geweest hoor. Ze hebben niet genoeg gecommuniceerd. Ze hebben niet genoeg de emotie en de verontwaardiging geuit die ik graag wil zien. Ik ben niet content, dus ik beslis dat ik die subsidie niet ga geven. Zo werkt het natuurlijk niet. Het is belastinggeld. Er moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Ofwel vind je dat een goede investering en dan laat je dat dossier gaan. Ofwel vind je die investering niet goed en had je het niet moeten brengen in de eerste plaats. En als ik u zo hoor, dan denkt u nu, ja, de zaak is rond. Hè. Het dossier dat ze heeft ingediend, de KU Leuven, dat zal wel aan alle voorwaarden voldoen, aan de reglementen. Dus kan minister Demir niet anders dan binnenkort dat geld vrijgeven? Wel, ze heeft daar vandaag een beetje rond de hete brei gedanst. Maar ze liet het toch gedanst, wel aanvoelen dat ze niet anders aanvoelen. Zal kunnen. Hè? Het is ook een project, een belangrijk project, denk ik, in Leuven. Hè. Het gaat over de hertogensite, het gaat daar ook om de snijzaal van Vesalius. Dat is een meester van de wetenschap. En de minister heeft in het verleden altijd verklaard dat ze die meesters niet alleen in de Vlaamse kunst belangrijk vindt, maar ook in de wetenschap. Het gaat hier ook niet om feest of evenement. Het gaat om geld dat in bakstenen, in infrastructuur geïnvesteerd wordt. Die gebouwen staan vandaag leeg. Dus dat zou een hele opwaardering zijn voor Leuven en bij uitbreiding de hele regio. Wel, ofwel vind je dat dus goed en dan leg je die centen op tafel. Ofwel vind je dat niet goed en dan had je er niet aan moeten beginnen in de eerste plaats. Maar ik wil niet in een soort samenleving terechtkomen waar met belastinggeld op een dergelijke lichtzinnige manier wordt omgegaan. En dan krijg je ook, en daar zit die vermenging met justitie in, dan lijkt het alsof de minister van Toerisme extra straffen kan uitdelen bovenop wat er dan gebeurt, omdat reacties in de media haar niet aanstaan. Zogezegd een instelling te straffen waarvan dan nu blijkt dat die instelling wellicht niks verkeerds gedaan heeft. En natuurlijk is het belangrijk dat we dit thema, dat we dat ernstig blijven nemen. Maar er zijn binnen de KU Leuven heel veel vertrouwenspersonen die dit op een heel ernstige manier proberen te doen. Er is respect voor het slachtoffer dat via de advocaat heeft gezegd, ik ben de KU Leuven dankbaar dat ze op deze manier is te werk gegaan. Misschien kunnen we daar ook respect voor hebben. Als ik u zo hoor, tot slot, onze tijd zit er bijna op, dan denk ik, dan hebt u eigenlijk het volle vertrouwen in hoe de KU Leuven heel het probleem heeft aangepakt op een heel discrete, rustige, verstandige manier. Dat is uit het rapport gebleken. En het verhaal is niet klaar. Er zal nog meer nodig zijn. Niet alleen aan de KU Leuven, maar overal in de samenleving. Oké. Bedankt voor het licht dat u mee op deze zaak heeft willen werpen, Wendolien Rutte.